Ruud van der Looy, zondag is de belangrijkste wedstrijd, één van de twee belangrijkste wedstrijden van het jaar, de derby uit tegen FC Twente. Je mist je aanvoerder. Hij kreeg twee keer geel afgelopen week tegen Ajax. Wat vond je daarvan? Ja, ik vond de tweede niet heel slim van hem. Aan de andere kant is dat ook een beetje hoe Brian speelt. Hij speelt altijd op het randje, fel, fanatiek en dat maakt hem ook goed. En ik vond ook dat de scheidsrechter hem wel heel makkelijk gaf. Als je een beetje de wedstrijd aan had gevoeld, was dat niet nodig geweest. Maar ja, hopelijk leert hij daar ook weer van. Voor ons is het wel jammer. Je mist je aanvoerder. Aan de andere kant vind ik dat we ook goede vervangers hebben daar. Dus daar heb ik ook alle vertrouwen in. Wie heb je in gedachten als vervanger? Ja, ik ga de opstelling nog niet bekendmaken. Die jongens weten het nog niet. Dus helaas kan ik het ook. Iedereen is fit, dus Jan Samburek ook. Iedereen is fit. Iedereen is fit, zeker. Afgezien van het feit dat je die wedstrijd tegen Ajax verliest, heeft Heracles echt goed gespeeld. Dat geeft toch een boost? Jawel, we zijn er daar wel tevreden over. En we willen ook op een bepaalde manier spelen. En ik ben blij dat, weet je, als je moet verliezen, dan maar op zo'n manier dat iedereen ook tevreden naar huis gaat. En dat ze wat hebben gezien. We hebben geweldige mooie goals gemaakt. We hebben geknokt voor iedere meter. Tot het laatst gevochten om ook met 10 man zelfs nog proberen de gelijkmaker te maken. Maar uiteindelijk weten we ook in voetbal dat het om punten gaat. Hè? Dus dat moeten we wel proberen te combineren. Er zijn ook een paar dingen die we nog net even iets beter moeten doen om de kans daarop nog wat groter te maken. Hoe kan het dat bij Heracles het beste eruit komt tegen grotere tegenstanders? Ook FC Twente is er zo heen. Ja, ze krijgen soms iets meer ruimte. Als je hier thuis speelt tegen Willem II of tegen Almere, ja, die komen voor een punt. En die gaan vaak wat verder terug, maken de ruimtes heel klein. Terwijl als we tegen betere tegenstanders spelen, die willen ook graag winnen. Spelen wat verder naar voren, geven wat net iets meer ruimte weg, waardoor we wat makkelijker gebruik van kunnen maken. Het speelt, komt niet doordat je extra gemotiveerd bent. Nee, daar heeft het niks mee te maken. We zijn altijd gemotiveerd om een goed resultaat te hebben, halen. En we weten zeker dat je tegen clubs zoals eigenlijk Willem II en Almere, dat je daarvan moet winnen. Alleen de moeilijkheidsgraad, ja, hoe raar dat ook klinkt, is soms nog wel lastiger dan tegen betere teams. Het enige is dat betere teams ook weer vaak betere spelers hebben, maar je krijgt wel wat meer ruimte. Moet je de spelers tegen FC Twente nog extra motiveren? Het is een derby. Dat lijkt mij niet. We weten wel waar het om gaat. En als je bij deze club speelt, bij Heracles, dan weet je welke wedstrijden belangrijk zijn. Dan weet je hoe de sentimenten liggen. Dan weet je hoe het publiek dat voelt, hoe wij dat voelen, hoe de mensen hier op de werkvloer dat voelen. En kijk, daar word je ook geconfronteerd mee als je hier het stadion uitloopt en je komt mensen tegen. Dus dat lijkt me niet nodig. Maar wat zeggen ze dan tegen je? Nou, dat het zondag wel heel belangrijk is. Dat de Ajax belangrijk was, maar dat deze nog een tandje erger is. Dus dat het nu wel even moet gebeuren. Gisteren, donderdagavond, speelde FC Twente tegen Lazio. Dat was een uitputtingsslag. Dat moet toch gunstig zijn voor jullie? Ja, nou ja, oké. Zo heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Ik probeerde te kijken van, hey, wat doen ze? Maar dat duurde 10 minuten. Daarna speelden ze met 10 man. Het was een pittige wedstrijd voor hun. Aan de andere kant wisselde de trainer al een paar spelers wat eerder. Lammers ging er al in de rust af. Daarna gingen nog een paar aanvallers er al wat eerder af. En ik denk ook dat zij ook de spelers hebben en de spelersgroep hebben die wel gewend is om vaker 3 wedstrijden in de week te spelen. Kijk, voor ons is dat iets anders. We zitten in een iets andere ritme wat dat betreft. Maar voor hun is het normaal en daar hebben ze ook het budget voor en de spelers.